cirkel twee patiëntjes naar het midden van het ijs komen voor de ceremoniële puck drop. Onder leiding van de mascotte en van de captain van Willem. Don Nichols komt daar naar het midden voor die ceremonial puck drop. En over Glenn Bucks. Daar halen wij. De kinderen krijgen nog een tikje. En ze mogen het nog een keer proberen. Althans, de tweede mag ook een keer ingooien. Nee, toch niet. Knuffels meegebracht. Ja, ze liggen zelfs op het dak. Ah, dat wordt goed onderschept. Gevaarlijke counter 3 tegen 2. We gaan een straf krijgen, zo te zien. Ja, dat was een en daar is de goal! Oh. Daar is de goal! Adam Hartley scoort! En daar gaan de beren! Daar komen de beren! It's raining bears! Hallelujah! Ja, hele mooie goal. Net op het moment dat er een straf aan zou komen. Wegens een high stick. In het gezicht van, ik denk van Akeem Ramoul of Jeffrey Mens. Maar ja, het is niet meer nodig. Mooi goal van Adam Hartley, de topscorer van de Eaters. Nou, er liggen hier en daar enorme knuffels. Die komen toch uit alle hoeken en het blijft maar komen. Al die stoffendieren. Allemaal voor het goede doel. De spelers zijn gewoon eventjes op de bank. Of bij de bank aan het wachten tot het weer droog wordt. Ja, er was al één persoon die 600 beren had verzameld. Dus dan ben je wel even aan het gooien. Ik hoop dat hij de taken verdeeld heeft, anders zijn we hier vanavond om middernacht nog. Er komt een wagen het ijs op om alle beren te verzamelen. De spelers helpen dan ook direct een handje. Die gaan alvast beren verzamelen door ze met de sticks bij elkaar te schuiven. Maar voorlopig blijven de beren komen vanaf de tribune. Heel bijzonder gezicht vind ik dit hoor. Alle beren, ja, de scheidsrechter helpt ook een handje. Die heeft de armen al vol met knuffels. Hier dan Cumberbatch schuift zoveel mogelijk bij elkaar. Ja, dat is een hoger doel. We moeten niet druk maken op het feit dat de wedstrijd hierdoor een tijdje stil ligt. Ik zag voor de wedstrijd al twee van de kinderen om wie het gaat. En knuffels. Machtig in het eerste. En echt een vaste waarde al. Die was echt wel gemist vorige week. Dus ik denk dat Jackie Geurs, de verdedigerstrainer, enorm blij. Don Nichols scoort de gelijkmaker. Ook een snoeier uit schot. Ja, het was een, zonder meer een heel mooi schot in de bovenhoek. Ja. En daarmee is de stand weer in evenwicht hier. Het was een rechtstreeks schot. Er stond niet een verdediger voor. Dus komt niet op goede snelheid, een goede forecheck en de druk bij Eindhoven zetten. Zoals ze toch in het begin. Het draait, brengt de puck in. En dan moet hij even goed vallen voor Van der Broek. Dat doet hij niet. Puck binnengehouden door Staats. Puck uiteindelijk rondgespeeld. Voorgebracht. En een open kans. Ja, daar is dan Mike Verschuren. Dat is 1-3. Drie goals in heel korte tijd voor
Eindhoven Kemphanen voor Dolphin Kemphanen. Ja, die man, die aanvaller, die werd helemaal vrijgelaten voor de goal. Er moet altijd een verdediger bij zijn. En zo hebben allebei de Verschuren al een keer gescoord vandaag. Langs de boarding. Daar is Tummers. Tummers probeert te centeren. Terug bij Hartley. Richting Mens. Mens weer de puck in. Speelt de puck blijft liggen. Dan moet hij binnen zijn. Ja. Dan is hij ook binnen. Ik denk Hartley. Weer Hartley. Ja. Weer Hartley. Laat weer zien dat hij van ontzettend hoge waarde is voor Geleen. Het is al een man die, als hij aan de puck is vanuit het eigen vak, altijd goed het overzicht houdt en makkelijk twee lengtes op de ijs erdoor kan komen. En ook nou weer met een man op zich, ja, toch knap. Laat de keeper de eerste beweging maken en schuift hem weer erin. Een heel aardig schot van Nick Verschuren en weer een save. En dan kan hij dus eruit komen met Van Sloen. Van Sloen brengt de puck. Af van Jelle. Hele mooie paas. Oh, die puck is er open net. En is die binnen. Het is weer gelijk. Dit is Lars van Sloen. Die de gelijkmaker scoort voor Geleen. En zo komt dus deze wedstrijd weer terug in de richting van Eaters. Twee snelle goals achter elkaar. En de wedstrijd is weer in evenwicht. Ja, dat is een mooie uitbraak van Lars. Eenmaal in het vak, dan gaat hij vertragen. En dan blijft hij het over zich houden. Hij geeft een mooi paasje terug. Volgens mij is het dan een give and go. Give and go met Lars, ja. En ja, een hele mooie aanval. Mooi goal. Zij maakte de doelpunten. Dat de wedstrijd hervat is. We meteen een gevaarlijke kans krijgen. Comtois kan tillen en scoren. Ja, je kunt geen seconde niet opletten in deze wedstrijden. Vlak na de hervatting komt Eindhoven opnieuw op voorsprong. Het is 3-4. Comtois. Ja, het is heel goed doorgezet van die Comtois. Hij blijft rustig. Hij gaat om Sammy heen. Zal misschien in de counter wat doen. Blik staat achter de ploeg. Dat Limnel. Die schaal door. Gaat neer. Schotkans. Doelpunt. Ja. Daar is de gelijkmaker. Jeffrey Mens. Jeffrey Mens net uit de strafbank. Mooi schot. Beneden. Ja, dat is een heel goed. Hè. We hebben 2 minuten lang met 5-3 gespeeld. En ja, dat zal het team zeker vleugels geven de komende minuten. Ja, belangrijke fase in de wedstrijd. Eerst die 5-3 overleven. En dan direct daarna die gelijkmaker. Straks schot van Jeffrey Mens. En de wedstrijd is weer met Lars van Sloen. Van Sloen schaats op dus en Terijs heen. Het aanvalsvak binnen. Legt de puck dan af en dan staat iedereen in positie op de blauwe lijn, daar nu Tummers. Schuift de puck alweer af. Tot voor het doel, daar is de open kans! En die puck is binnen! Eaters scoort een powerplay goal, denk ik net nog. Ja. Mooi opgezet door Lars van Sloen, die weer van helemaal van het eigen vak. De hele ijsvloer overschaatst. Ik denk dat hij een lelie maakte, wat denk jij? Nee, volgens mij is het Lars. Lars? Lars van Sloen. Okay. Via Tom Marks krijgt nou de puck. Dat is Tom Marks, ja. En dan krijg je de rebound. Ja, en hier Lars. Ja, het is inderdaad. Oh nee, Tom Marks. Nee, Tom Marks. Het is Tom Marks die je maakt. Ja. Geven. Maar niet, dus komt er alweer uit. We krijgen een 2-1. Kansrijke situatie. Oh, hele mooie. Ja, oh! Doelpunt voor Geleen. Hele Hakim mooie Bramu. Goal. Hele mooie goal van Hakim. Heel mooi rustig gebleven. Ook hele mooie paas van Adam Hartley. Die niet koos voor de snelle paas te geven naar Jeffrey Mens. Maar nog even de puck in zijn bezit hield. Ja, heel mooi gedaan. Kijk, hier had hij kunnen pasen. Doet hij niet. Hij wacht op Bramu. Die als derde man inkomt. Ja, heel mooi afgemaakt. Hele mooie goal van de eerste lijn van de Eaters. Op alle tijd en een knie en dan kan Eaters van de 3-man uitkomen. Daar is Lars van Sloen. Van Sloen heeft Mens bij zich. Mens legt klaar. En daar is de goal. Hele mooie goal. Ja, prachtig doelpunt. Goed uitgespeelde counteraanval uit het boekje. Ja. Heel mooi.
Lars die weer zelf helemaal het ijs oversteekt. Hij heeft de snelheid ervoor. Je zou kunnen zeggen van hier pasen, nee. En dan naar Tom Marks. En die paast weer schitterend voor de goal en Mijali maakt hem heel mooi af. Ja, het is echt een counter uit het boekje. Hele mooi. Zoek worden. Itus nog altijd op de powerplay, op schaatsen van Limnel. Limnel legt de puck terug richting de blauwe lijn. Maar een mooie ruimte gemaakt door Hartley en dan is het open net en het is feest voor Eaters en de Zera Kibramoel. Ja, hele mooie uitgespeelde goal. Mooi de puck het vak ingebracht door de opkomende Limel. Een mooi breedte paasje op Hartley en die echt het overzicht heel goed behoudt. En Hakim Ramoul voor een open goal een prachtige goal laat maken. Hier zie je, hij speelt, hij schaatst op, hij ontspeelt nog een man, heeft het overzicht. Ja, en Hakim heeft een open goal, prachtige goal. Zijn tweede van de avond, Hakim. Die controle krijgen voor Eindhoven, het lukt hem niet, schot op de tweede lijn van Mens wordt geblokt. Wordt achter het doel. Voorgebracht door Hartley en dat is een short-handed goal. Ja. Short-handed goal. Jeffrey Mens. Goed druk gezet van Adam Hartley achter de goal op de verdediger. Mooi overzicht gehouden. Jeffrey Mens die voor de goal staat en de puck onder de lekker van Mike Beren schiet. Super goal. Ja, een cruciale moment is dat Itus nu de face-offs ook veel vaker lijkt te winnen en dus veel vaker controle heeft. Ja, maar Itus heeft ook echt de momentum. Eindhoven heeft eigenlijk niet meer veel in te brengen. Een partij krijgen en het is massaal direct. Alles, een groot deel van de spelers op het ijs is erbij betrokken. Nou krijgen we twee stevige knokpartijen. Iemand zich nog even los om zich ermee te bemoeien. En zo loopt het hier dan in die slot of in die derde periode nog eventjes uit de hand. Dan zullen we een hoop straffen gaan krijgen. Het zat een gevoelsmatig helemaal niet zo aan te komen dit, of wel? Nee, het zijn de jongsters uit Geleen zijn even losgeslagen. Maar goed, op zich, goed voor de amusementswaarde, zei ik dan altijd maar. Ja, ik hoop ook niet dat de scheidsrechter het te zwaar gaat beoordelen. Ja, we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Dit kost altijd wat tijd, te administreren. Itus komt er alweer uit. Met diezelfde Tom Marks die we net zagen. Marks probeert dan om zijn man heen te gaan, maar wordt naar de zijkant gedrongen door Jeffrey van Iersel. Over de puck dan zelf nog terug. Altijd de puck. Legt de puck klaar, de puck gaat ook richting het net en die is ook binnen. Daar is de 10e treffer van Geleen. Ja. Goeie goal van Dave. Goed die rebound gepakt. In tweede, derde instantie, maar toch ook weer heel goed van die Tom Marks die niet zomaar de puck wegschiet. Sterk aan de puck is. Hier weer het overzicht behoudt. Aanhoudende druk. Ja. Mooi werk inderdaad van Marks. We gaan dan richting het doel. En dan is Dave van Mol derde daar. Instantie. Ja. Dus een matchpenalty is dat hij waarschijnlijk dan 1 of 2 wedstrijden geschorst is. Maar is wel jammer. Daar is nog een goaltje van Julian van Leiden. Het slotakkoord denk ik in deze wedstrijd, de 10-5. Ja. In de slotminuut slaat Kemphanen nog een keertje toe. 10-5 is de stand hier. Er zijn goals waarvan ze dan zeggen, leuk voor de statistici onder ons. Ja, Engwegen en Staats hebben alle twee 25 minuten. Dus die gaan alle twee... Die snelle 3-1 achterstand. Dat ze toen toch zich terug hebben geknokt naar een 3-3. Ja, en toen kreeg je toch dat de wedstrijd op slot zat op een gegeven moment met een 4-3 voor Eindhoven. En toen die 5-3 penalty killing is toch heel belangrijk geweest voor Geleen.